Hugo en Evelyn racen cross de 18 uur diarree in de bus. Doe het maar even. 14.000 kilometer reizen, door 17 landen, 2 maanden lang. Vliegen, verboden. Budget, beperkt. Telefoon / internet, geen. Dat is het nieuwe tv-spel Race Across the World. Waarin onder meer Hugo Kennis en Eva Kleven de strijd aangaan. Vanaf vanavond is Race Across the World op RTL 4, 20, 30 uur, te zien. Niet alleen Kennis en Kleven namen de uitdaging. Een reis van Mexico City tot Ushuaia in Argentinië, de zuidelijkste stad ter wereld. Aan. Kijkers zien ook zanger Bastiaan Ragas met zoon Sam, muzikant en maestro jurylid Dominique Seldens met dochter Cathy, Funny Face. Komen Diane Howard Komper met vriend en kunstenaar Dreyen Nederland in beweging Boegbot Olga Commandeur met haar man Frank, let op. Dat wordt een veelbesproken zogeheten ANWB-stelletje en wel meer dan dat. Metro bekeek de eerste aflevering van Race Across the World, een Brits idee, deze week met de deelnemers en praten na afloop na met Hugo Kennis en Eva Kleven. De tv-kok en radio-dj/tv-presentatrice, Het Klokhuis, zijn elkaars beste vrienden na hun gedenkwaardige deelname aan Expeditie Robinson 2019. Kennis won die editie, Kleven werd meer dan verdienstelijk tweede. De twee lopen zelden weg voor wat gekkigheid op de buis. Hugo Kennis zagen we ook in Expeditie Robinson All-Stars 2022, de Verraders Halloween en Waku Waku. Eva Kleven durfde ITTX 2, kroongetuigen en maestro aan. Voor het kijken voelt Bastiaan Ragas de bui al hangen, het afzien gaat beginnen. Presentator van het programma Martijn Krabbe geeft de kijkers, jullie hebben eens geen reclameblokken, nog wat mee, de deelnemers kregen landkaarten mee van iemand op de redactie die dacht dat hij kon tekenen. Daardoor waren de afstanden maar moeilijk te bepalen. Krabbe voorspelt de RTL 4 kijkers een emotionele achtbaan. Je bent daarnaast ook echt met de 10 kandidaten op reis. En dat 14.000 kilometer lang, zonder van de grond te komen. In een Race Across the World moeten de deelnemers 8 etappes afleggen en telkens verplicht een toeristische attractie bezoeken. Richting het zuiden daar zuiden vallen onderweg 2 koppels af. Het stel dat Ushuaia na een dag of 60 als eerste bereikt, mag 15.000 euro mee naar huis nemen. Met het vliegtuig, dan wel. Op tafel staan heel toepasselijk 3 bellen tomatensap. Er zit alcoholvrij bier in. Weet kenner Hugo Kennis. Dat is typisch Mexicaans voor het duo naar Mexico City afreisden. Moest er worden nagedacht over 2 hele maanden van huis zijn. Dat was toch wel een dingetje. Toch dacht ik meteen, voor mij is dit even een goede reden om weg te gaan uit Nederland. Dat was eigenlijk mijn main reason, zegt Kennis. Ter verduidelijking, in de tijd voor de opnames in 2022 was de relatie van de tv-man op de klippen gelopen. Na een tijd van zich over de kop werken en feesten, was Race Across the World een mooie gelegenheid voor wat rust. Hopelijk om iets af te sluiten en weer deurtjes te openen. Toen Eva aangaf dat zij ook kon, was het let's go. Kleven, we hadden allebei wel een heftig jaar achter de rug, we wilden er graag even uit. 2 maanden zomaar weg, was daarbij wel lang. Mensen hebben Hugo wel gemist, toch Kennis, ik moest mijn tv-programma lang loslaten. Zonder te zeggen waarom. De kijkers was het in ieder geval opgevallen. Dat was ook niet zo gek. Want Race Across the World is het programma waar deelnemers het langste weg zijn. Kleven ter vergelijking, ons Expeditie Robinson avontuur duurde 33 dagen, nu was het de agenda 2 maanden helemaal leegmaken en gaan. Eenmaal in Mexico en al die andere landen, hadden de 2 bepaald niet te maken met 5-daagse werkweken en dan even weekend vieren. Vanaf toen was het non-stop, geeft Eva Kleven aan. Echt non-stop Kennis, het was serieus zwaarder dan Expeditie Robinson. Dat was lichter, ik meen het echt Kleven, en dat zeggen dan 2 finalisten. Toch ligt er in Race Across the World een hele dunne lijn tussen genieten en afzien. Je kunt binnen een uur zielsgelukkig zijn en de mooiste plekken zien en daarna enorm balen dat je busaansluiting er niet is. Gewoon je eet Kennis, en daar komt weinig eten bij een 18 uur lang met diarree in een bus zonder wc zitten.
geen pretje en dat niet één keer, maar wekenlang. We weten allebei veel van eten. Maar je kunt een bacterie ook oplopen doordat je je handen niet kunt wassen. Of omdat je een nacht geen hotel hebt om te slapen. Zijn hartsvriendin Kleven, Hugo, vond het trouwens een goed idee om bij elke grensovergang de grond te kussen. Kennis, ja, hoe komt dat? Als ik zoiets eenmaal in mijn hoofd heb, dan wil ik dat blijven doen. De grensovergang met Guatemala was de eerste, toen moest het overal. Ellende, een tik, maar heel veel moois was er ook. In de eerste aflevering van vanavond zien we Hugo, Kennis en Eva Kleven in een prachtige bak water op een berg zitten. Kleven, dat was hier El Agua, een hele mooie plek in Mexico waarbij kalkrijk water van een best hoge bron naar beneden komt. Je kijkt vanuit door het kalk gevormde pools, een soort natuurlijke zwembaden. Over een groot dal uit Kennis, daarvoor waren we al een paar nachten aan het reizen. Die uitjes die we verplicht moesten doen, waren ook echt nodig. Het was de eerste keren in dagen dat we water aanraakten. Kleven, dan voelde het even alsof we op vakantie waren, Kennis, het was ook het eerste moment van even stilte. En toen kwamen er tranen. Kennis, er volgden er nog velen. Het fanatieke duo probeerde in Race Across the World tot omgerekend €3.400 voor twee personen niet te snel op te maken. Eva Kleven, dat is echt weinig geld voor zo'n lange tijd. Daarom probeerden we overal onze hulp aan te bieden in ruil voor iets. Voor eten bijvoorbeeld, of een gratis ritje, Kennis, als we ergens een busticket voor $50 zagen. Schreven we dat op en gingen alle andere 200 loketten langs om te zien waar een kaartje daar kostte. Dan namen we de goedkoopste. Zo deden we dat met hostels, met eten, met alles eigenlijk. Kleven, soms werden we gek van onszelf, haha, want zo zijn we in het werkelijke leven helemaal niet. Kennis, ons benzinig, zo was het. We hebben zelfs op wc's lopen afdingen. Echt erg, Kleven, je bent behoorlijk afhankelijk van de mensen die je onderweg tegenkomt. Maar dat zien en ontmoeten van al die verschillende mensen maakt het reizen ook leuk. De meesten waren vriendelijk. Al spreek je elkaars taal niet, er waren altijd wel mensen die ons wilden helpen. Realiseerden de vrienden zich onderweg hoe makkelijk vliegen eigenlijk is? Of was het reizen ondanks de ontberingen veel mooier doordat zij simpelweg meer zagen? Eva Kleven, ik houd van deze manier van reizen. Ook als ik zelf ga, heerlijk, Hugo, Kennis, ik ben in dat gebied alleen in Mexico een keer op vakantie geweest. Maar nu had ik in 3 dagen al veel meer gezien dan toen, Kleven, tijdens deze reis zagen we telkens het landschap veranderen. De mensen veranderen, dat kon zelfs van dorp tot dorp zijn. De mensen in Guatemala zagen er bijvoorbeeld heel anders uit dan in Mexico en daar zat maar één rivier tussen. We dachten echt van hoe kan die ene rivier nou zo'n enorm verschil maken, Kennis, het rook er anders. Het klonk er anders en de mensen waren gekrompen. De lijn was keihard, bizar. En dat gebeurde vaker. Kleven, en dan de grens passeren en je iets meer verstaan. De band was na expeditie Robinson al hecht, maar is die nu nog hechter? Hugo, Kennis, Eva heet inmiddels Eva Kennis. Haha, Kleven, zonder gekheid, wij dachten al dat we samen goed kunnen afzien en veel aan kunnen. Maar dat is door Race Across the World bevestigd, Kennis, weer serieus ook, samen overleven hadden we in expeditie al gehad. Nu is er een nog diepere laag in ons privé zijn. Je bent de hele tijd alleen op elkaar aangewezen. Zonder tv, zonder telefoon. We hadden een paar spelletjes mee, hebben regelmatig 6 of 7 uur achter elkaar gekaard. En dat afsluiten en nieuwe deurtjes openen, is dat bij Hugo Kennis gelukt? Dat ga je zien. Dat ga je nog zien. Er gaat wel iets emotioneels aankomen, je ziet ons klappen. Eva Kleven? Ja, wij allebei omdat heel open. Maar ja, dat kan bij Hugo bijna niet anders. Wie Race Across the World mist en het op terugkijken, kan dat doen via RTL XL namelijk.